Hallo en welkom terug bij dit filmpje. We gaan nu eens een keer kijken naar de details van het balletje. Ik heb de software opnieuw opgestart en je ziet dat ook nu weer het welkomstscherm in beeld komt. Hoef ik me niks van aan te trekken. Ik kan gewoon hier gaan klikken op Storyboard Editor of omdat ik hier de goede frame heb geselecteerd. In één keer op Frame Editor en hoppa, daar zijn we met ons balletje. Klik ik erop, krijg ik hier informatie. Is het u misschien ook opgevallen dat het balletje met zijn naam ook hier is komen te staan? In een apart kolommetje. Kan soms handig zijn, vooral als je heel veel objecten hebt die allemaal je scherm volmaken. Dan is het soms erg makkelijk dat je hier ook het object even kunt zoeken om daar vandaan te selecteren en bij de eigenschappen te komen. Want kijk, ik heb een plan met dit balletje. Ik wil dat dit balletje een stuiterballetje wordt. Ik wil dat dit balletje lekker gaat stuiteren door dit hele scherm heen. Dat lijkt mij gewoon leuk. Dus hoe doe ik dat? Daarvoor heb ik toch echt in eerste instantie de properties, de eigenschappen van het balletje nodig. De computer weet namelijk helemaal niks. Ik moet hem alles vertellen. De computer is dom. Ik moet hem elke stap vertellen. Als ik van A naar C wil, via B, dan moet ik het echt vertellen. Ga van A naar B, ga van B naar C. Dat doet hij niet automatisch. Een computer is eigenlijk vrij dom. Hij kan heel veel, maar je moet hem echt alles vertellen. Alles. Niks overslaan. En nooit van uitgaan dat de computer dat wel zal begrijpen. Dat begrijpt hij niet. Goed, een stuiterballetje. Het is een active object. Het uiterlijk is veranderd omdat ik het plaatje heb veranderd, maar het is nog steeds een active object. En een active object heeft een vast aantal opties. Ik zei het al in het vorige filmpje, er is volgens mij geen enkel object in heel Multimedia Fusion te vinden, zelfs niet in de betaalde uitgebreide versie met weet ik hoeveel extra, die zo uitgebreid is als het active object. Dus je hebt veel opties. We gaan er een paar langslopen in dit filmpje en in toekomstige filmpjes nog wel meer. Goed, de properties. We hebben het tweede tabblad al eens even bekeken, hoe groot die is. De positie kun je ook aflezen, de X en de Y. Kijk, als ik hem ga veranderen, verandert ook de positie. Kan ooit nog eens handig zijn, goed om te weten. Movement, kijk, dat is eentje waar we nu wat mee kunnen. Het type movement dat mijn active object nu heeft is static. En static is dus gewoon stil. Hij beweegt niet, hij doet niks, het is er gewoon. In een soort spel, in bepaalde spelletjes kan het handig zijn. Je zet gewoon een object ergens neer en dat object hoeft ook niks meer te doen dan er zijn. Maar goed, in dit geval moet dit object wel wat meer doen dan er zijn. Hij moet stuiteren. Klik ik op static, krijg ik allemaal opties. Bouncing ball, die moet ik zo meteen hebben. Een path, daarmee kan ik echt een route uitstippelen waar langs het object zich moet bewegen. Dus ik geef als het ware echt punten aan. Beweeg van die naar die, beweeg van die naar die, naar die, naar die. En eventueel ga dan precies dezelfde route weer terug of gaat loopen. Of... Dat is wat je kunt doen met path movement. Je zet een ding op een vaste route. Mouse controlled, dan kan ik hem dus besturen met behulp van mijn muis. Dat is ook niet de bedoeling. 8 directions, dan zou ik het kunnen besturen met de toetsen op mijn toetsenbord. Links, rechts, omhoog, naar beneden en een combinatie van knopjes daarbij. Race car lijkt een beetje op 8 directions, alleen is van bovenaf bekeken. En een platformspel, ja, bij laddertjes omhoog en zo. Weet je, dan houdt hij al rekening met het idee van zwaartekracht. De onderkant is zwaartekracht. Maar ik moet nu hebben, voor wat we nu gaan doen, de bouncing ball. Dus daar klik ik op. Je ziet ook direct dat het hele balkje hier, het movement balkje, dat die verandert. Er staan veel meer opties bij. Er stond alleen movement en nog een keer static. Verander ik hem nu van static in bouncing ball, dan bam, komt er van alles bij. Initial direction betekent wat is de richting waarin het balletje zich in eerste instantie moet bewegen. Stel dat ik graag wil dat hij zich in een bepaalde, dat hij helemaal naar rechts toe schiet. Nou, als ik erop klik, dan krijg ik dit in beeld. Ik kan losse hokjes of pijltjes eigenlijk wegklikken. Ik kan ze ook allemaal in één keer wegklikken. En ik zou kunnen zeggen, die. Ik wil dat het balletje, zodra die begint, die kant op gaat. Of dat ik kan kiezen tussen links en rechts. Dan gaat hij automatisch kiezen, of links of rechts. 50-50, elke keer weer als hij start. Ik zet lekker alles aan. Zo. Geen idee welke kant het balletje op gaat. De computer mag een keus maken, een willekeurige keus, een random keus. Goed,
Dat heb ik uitgezocht. Ik zou de snelheid van het balletje kunnen aanpassen. Wel van belang dat ik deze even aanvink. Moving at start. Dat hij wel vanaf het begin van het spel al in beweging is. Dat ik hem niet om wat voor reden ook in beweging moet brengen. Zodra het spel begint, begint het balletje. Oké. Heb ik gedaan. Ik ben in principe tevreden hierover. Nou wil ik wel eens even testen of hij het ook doet. Ik ga mijn programmaatje starten. Ik laat hem gewoon een keer lopen om te checken wat er gebeurt. Dat zul je heel vaak doen. Nou kijk, het kan hier. Hier bovenin staat run. En dan kan ik kiezen. De application, dat betekent dat hij alles gaat doen. Dan gaat hij kijken naar het eerste frame. En daar begint hij dan te spelen. Maar dan kun je ook doorgaan naar een volgend frame, als dat zo zou zijn. Hij start het complete programma. Je kunt ook kiezen om alleen het huidige frame, wat je nu in beeld hebt, om dat te laten starten. Nou, in principe maakt in ons geval niks uit. Ons programma bestaat maar uit één enkel frame. Dus welke je doet, het zal precies hetzelfde effect hebben. Let wel even op, er staat F7 en F8 boven. En dat vind ik wel van belang, want die ga ik vanaf nu gebruiken. Dat zijn de toetsen op je toetsenbord, bovenaan F7 en F8. En ik maak zo vaak gebruik van even testen, kleine aanpassing maken, weer even testen, dat ik niet altijd zin heb om via run hier naartoe te gaan. Dus onthoud dat, F7 en F8. Ik start mijn programma, prachtig, daar gaat het balletje en hij is weg. Ik doe het nog een keer. Ik gebruik nu de F7-knop. Oh, nu gaat hij naar boven. Dat willekeurige lijkt wel te werken. Nu gaat hij naar links. Ja, heel leuk. Hij doet wat hij moet doen. Maar ik wil meer. En wat, dat zie je in het volgende filmpje.